Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Net hebben we verteld dat Human Resource Management, HRM, het managen van mensen is. We zullen nu iets dieper ingaan op HRM. De medewerkers van een winkel vormen een belangrijke factor in het succes van die winkel. De medewerkers moeten zodanig gemotiveerd zijn dat zij zich inzetten om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Personeelsmanagement richt zich dan ook op het creëren van een werkomgeving waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren en met elkaar kunnen samenwerken. Daarbij is een goed evenwicht tussen de doelen, belangen en mogelijkheden van zowel de medewerkers als de winkel van groot belang. Je kunt mensen managen vanuit een bepaalde managementfilosofie. Zo kun je de manier waarop je personeelsmanagement voert laten bepalen door de ideeën die je hebt over de medewerkers en hun plaats en betekenis in het bedrijf. Je kunt je medewerkers als vervangbare onderdelen van een machine beschouwen. Maar je kunt hen ook zien als volwaardige individuen met eigen verantwoordelijkheden en hen kansen bieden om zich te ontwikkelen. HRM is een voorbeeld van een managementfilosofie. Het is een manier om een bedrijf te organiseren waarbij de medewerker als denkend en verantwoordingdragend persoon centraal staat. Op basis van de doelen die je in de komende jaren wilt bereiken, stel je een overzicht van de opleidingsbehoeften op. Deze doelen bepalen over welke kennis en vaardigheden de medewerkers moeten beschikken. Vervolgens wordt per medewerker vastgesteld welke kennis en vaardigheden hij reeds bezit. Door deze te vergelijken met de benodigde kennis en vaardigheden wordt duidelijk wat er nog ontbreekt. Het verschil vormt de opleidingsbehoefte. Er kan sprake zijn van een individuele of een collectieve opleidingsbehoefte. In beide gevallen wordt er in persoonlijke gesprekken met de medewerkers vastgesteld welke kennis en vaardigheden er het komende jaar moeten worden ontwikkeld. Leidraad bij elk gesprek is het functieprofiel van de betreffende medewerker en de taken die daarbij horen. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl